In de week van de jaren 80 kijken we terug naar opvallende gebeurtenissen van die tijd. Zoals de opkomst van de Weerman. Op 7 oktober 1951 werd het weer voor het eerst op televisie gepresenteerd. Het werd meteen een geliefd onderdeel van de programmering. De presentatie was niet meer dan een stem en... ja, daar komt hij. Een arm en een weerkaart. Toen kwam Jan Pelleboer. Jan Pelleboer. Ja, goedemiddag. Nou, het ziet er in Drenthe goed uit. Geboren te Serenbroek in Overijssel was Jan weerkundige bij het KNMI. Zijn eerste radiooptreden was bij de Wereldomroep. 14 jaar lang, van 1972 tot 1986, hield hij elke ochtend zijn internationale weerpraatje. Maar ook de zomer in zijn geheel zal zeker bij de drie droogsten van de laatste 250 jaar terechtkomen. Zijn eerste televisieoptreden begon Jan bij de Tros. Straks na het nieuws dus nog een aantrekkelijk zaterdagavondprogramma. En nu is het tijd voor Tros-weerman Jan Pelleboer. Zijn markante kop en bijzondere stem, een mix van Gronings, Drents en Overijssels, maakte hem eind jaren 70 tot een bekende Nederlander. Nu heb ik hier kaarten bij me, dat doet het ook beter, hè? Want als ik hier zonder kaarten sta, dan geeft het ook geen indruk. Nou, die kaarten die zijn zeer optimistisch, ik gooi ze nu zo weg. Hè? Voor de komende dagen... Ook zijn humorvolle stijl van presenteren maakte hem populair. Beste kijkers, u kan optimistisch zijn, de zon breekt door... Nou, wat moet ik nog meer? Als u nog wat te vragen hebt, dan hoor ik dat wel. Begin jaren 80 bedacht Pelleboer de telefonische weerlijn. 3 keer per dag sprak hij op een bandje actuele weersinformatie in. Ja, goedemiddag. Nou, het ziet er heel goed uit, want de barometer die stijgt. Ik heb hier nog de weerrapporten van 12. Het werd een groot succes. Ik ben weerkundig medewerker van een 15 dagbladen. De Tros, de Wereldomroep. Wij zijn in ons land met 2 mensen buiten het KNMI om. Ook mijn collega de heer De Jong, bekend van hier en nu. Die dit werk ook doet. Er zijn wel mensen die bellen mij als het niet uitkomt. Die worden heel kwaad. En dan roepen ze Pelleboer, Waterboer, Pelleboer. Ik kan er niks aan doen. Ik maak het weer niet. Ik praat er alleen maar over. Jan Pelleboer was de eerste weerkundige die de weersverwachting als entertainment bracht. Was hij goed of zaten er nog foutjes in? Voor mij was het uitstekend. In 1992 overleed hij in zijn woonplaats Paterswolde. En ter nagedachtenis aan hem werd in 2011 een heuse tentoonstelling ingericht. Jan Pelleboer met mijn persoonlijke top 5. Zo ga ik lekker op de discotour, de hit verreed te lijf. En muziek uit de jaren 80 hebben we van De Dijk met Nergens Goed Voor. En ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn doppen. En mijn handen staan verkeerd. Ik ben niet moeders mooiste. En ik ben niet al te vlug. En als je mij een tientje leent, zie je het nooit meer terug. En ik was het niet van plan. Ik ben nergens goed voor. Dat weet jij alles van. Maar ik kan van jou, zoals niemand anders kan. Laat uren op me wachten. En dan heb ik ook nog geen geduld. En enkel aan mezelf. En geef anderen de schuld. Er is bij mij een zootje. En ik geef nooit fouten toe. En als je met me vrijt, dan ben ik liever luid dan. Ik heb daar ook geen zin in.
en ik was het niet van plan. Ik ben nergens goed voor, dat weet jij alles van. Maar ik kan van jou, zoals niemand anders. Morgen in de week van de opening van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. En de hele week op Radio Drenthe hits uit de jaren 80.